Hoi jongens en meiden, meester Sander hier. En je ziet het al naast me, we gaan een Peppa vlieger maken. Hoe tof is dat? En je ziet ook misschien al dat hij een krulstaart heeft, net als Peppa. Boven Peppa zie je de P van Peppa. Want hierboven zie je Peppa Pig staan. En moet je kijken hoeveel keer de P daarin voorkomt. Zie je dat? Nou, superleuk, we gaan eerst de knutsel maken. En daarna gaan we ermee bewegend leren. En dat doen we in een andere video. Laten we aan de slag gaan. Wat heb je nodig om de vlieger te maken? De download van mijn website. Kijk, hier zie je hem met Peppa erop. Natuurlijk een schaar om te knippen. Lijm. Een roze papier, een strook papier. Mag ook een andere kleur zijn als jij dat mooi vindt. En stiften of kleurpotloden. En daar gaan we ook mee beginnen. Als eerste heb ik een donkerroze stift gepakt en ga ik de randjes van Peppa bij langs, zodat je een mooi effect krijgt. Kijk, zijn wang is ook wat donkerder roze. En je ziet, Peppa staat schuin. Kijk, als ik hem zo leg, is die recht. En dat komt omdat de vlieger, straks gaan we de vlieger hiervan vouwen, en dan komt het helemaal goed. Dus het klopt inderdaad dat Peppa een beetje schuin staat. Weten jullie eigenlijk welk geluid Peppa ook weer maakt? Zo, de mond van Peppa doe ik een rood lijntje bij. En dit is dezelfde rode kleur als dat ik voor het shirt gebruik. Kijk, heel mooi rood. Zo, het shirt is rood geworden. En nu ga ik de rest van Peppa kleuren. Als het te snel gaat, kun je de video natuurlijk ook even op pauze zetten. Zo, Peppa is ingekleurd. Nu hebben we nog bruin voor de modderpoel. Natuurlijk maken we modderpoel onder Peppa. Want ja, daar kan niet lekker in springen. We hebben Peppa in de modderpoel gezet. En nu is het tijd om over de stippenlijnen te gaan knippen. Pak je schaar en zet hem aan de zijkant van het papier. En kijk goed of je precies op de stippenlijn knipt. Ja. Dat gaat heel goed. En dat doe je aan alle kanten. Vind je het nog een beetje moeilijk? Vraag dan hulp van een oude iemand die heel goed kan knippen. Misschien kunnen jullie het wel samen doen. Peppa is uitgeknipt en nu is het tijd om er een vlieger van te vouwen. Wat we doen is Peppa omdraaien. Ja, zo. En we zorgen ervoor dat Peppa schuin ligt. Ja, dus als je hem omdraait ziet Peppa er zo uit. Ja, zo leggen we Peppa neer. Nu pakken we de punt die naar je buik wijst. Dat is deze punt en die brengen we helemaal naar de andere kant. Zie je dat? Nog een keer. Dus deze punt naar de andere kant. En we vouwen hem dus dubbel. Dit noem je ook wel de schuine vouw. Ja. Doen hem weer open. En leggen hem zo neer. Zodat de vouw recht naar jou toe wijst. Nu komt het moeilijkste. We gaan de vlieger maken. Pak een vinger. Kijk, deze vinger leg ik hier aan de onderkant, want die moet blijven liggen. En met mijn duim en wijsvinger pak ik de zijkant. Ja, zo. En dan vouw ik hem naar die middelste lijn toe. Kijk, en dan haal ik hem hier weer vast. Ja, en vouw hem maar. Dit doen we aan de andere kant precies hetzelfde. Pak tussen duim en wijsvinger de punt. En leg hier je andere wijsvinger. En we vouwen naar het midden toe. Dus even gepriegeld. Dat hoeft ook niet in één keer goed te gaan. En hierbij kun je het ook weer samen doen. Als je het moeilijk vindt. En ik ga goed met mijn vinger eroverheen. Zodat het een goede vouw wordt. En als we hem nu omdraaien. Zie je dat het een vlieger is. Nu pakken we het roze papier. Nou,
Wat ik doe, wat ik leuk vind, is twee krulstaarten aan de vlieger. Dat ziet er mooi uit. Wat ik daarvoor doe, is ik pak de schaar en ik knip deze strook nog meer bijna helemaal door midden. Kijk. Knippen, knippen. Niet in de vlieger knippen, meester Sander. Zo. En we knippen hem bijna tot het einde. Zo. En dit plakken we zo meteen op. Nu is het leuk om er een krulstaart van te maken. En dat doe je met de schaar open. Maar eigenlijk moet je dit door je vader, moeder of broer of zus of juf of meester laten doen. Want wat je dan doet is zo langs de schaar. En dan wordt het een krul. Kijk, zie je dat? En dat doen we ook met de andere. Misschien heb je dat wel eens gezien bij versieringen maken. Zo, nu pakken we de lijm. En plakken we de vlieger dicht. Smeer een beetje lijm aan de binnenkant. Kijk, ja. Zo, plakken we hem dicht. En kunnen we hier ook een beetje lijm op doen. En plakken we die op de vlieger. En nu, zie je het? Ja, de Peppa-vlieger is klaar. Kijk, ik heb hem hier. Net zo als het voorbeeld. Nu is het aan jullie de taak om de vlieger nog veel mooier te maken. Gebruik verf, krijt, crepepapier en touw natuurlijk om het een echte vlieger te maken. Kijk in de kasten, misschien vind je nog wel glitters of gekleurd papier, waterverf en misschien heb je nog wel oogjes liggen. Kijk, met dit touw heb ik er een echte vlieger van gemaakt. Aan de achterkant heb ik het touw vastgeplakt en nu kan ik er echt mee vliegeren. Maar zoals ik al zei, jij kunt ook een nog veel mooiere vlieger maken. Kijk, dit heb ik mooi gekleurd met krijt. Net als de achtergrond van Peppa, groen met blauw. En ik heb plakoogjes gebruikt. En je kunt het natuurlijk ook met papier doen. Ik heb mooi groen papier gebruikt, roze, rood en blauw. En dat heb ik allemaal netjes uitgeknipt. En ook hier zit weer een mooi touw aan. Die heb ik aan de achterkant weggewerkt, hier tussen. Nou, dat moet jij toch ook kunnen? Ik ben benieuwd wat voor moois jullie ervan maken. Nou, nu gaan we ermee bewegend leren. En dat zie je in de volgende video. Ja, hij staat er online. Klik maar op de link hieronder. Of ga naar mijn YouTube kanaal van Meester Sander. En kijk naar bewegend leren met Peppa en Meester Sander. Zie ik je de volgende keer weer. Doei!